Hi, ik ben Rowan en welkom bij de Spotify Shotlist. Welkom bij de Spotify Shotlist, het begin van jouw weekend tijdens je vrijdagmiddagbol. In deze videoserie ga ik elke aflevering samen met een andere spotcollega een drietal shotjes bereiden en die lekker proeven. En vandaag ga ik dat doen met... Lieseluna. En wat ben jij? Jij bent hier... Ik ben media vormgever bij Spotify. En je bent stagiair hier ook. Oh, en stagiair. En stagiair. Ja. Hartstikke gezellig. Heb je er zin in? Ik heb er heel veel zin in. Nou, mooi. De drank die deze week in de spotlight staat, dat is wodka. We love it. Wordt lekker. Wordt lekker, zeker. Dan gaan we zo beginnen. Maar voordat we gaan beginnen, drink met mate. Houd het binnen de perken. Maar vergeet ook vooral niet te genieten. Goed. Gaan we door naar shot nummer 1. En shot nummer 1, dat is de Black Russian. Jij vertelde tegen mij dat je wel van koffielikeur hield. Ja. Nou, dus dat gaan we doen. Wat er in de Black Russian gaat, is eigenlijk heel gemakkelijk. We beginnen met Kahlua, koffielikeur. Mag ook Tia Maria zijn. Dat gaat in het glas. Ja. En daar gaat vodka bij. Volle glazen houden we van. Zeker. Ja, dit is een mooie, is een mooie stage dag voor jou zo. Santé. Santé. Je hebt ook je hele mond eronder. Ik laat ook de helft vallen. Godverdamme. Wat vond je het wel lekker? Oké. Oké. Nou. Gaan we door. On to the next one. Naar shot nummer 2. En shot nummer 2. Dat is de kamikaze. Dat is de kamikaze. Hij moet geshaked worden, dus je hebt ervoor ook ijs nodig. Wat ik vergeten ben, ligt in het vriezer. Oké. Shot nummer 2. Yes. Dat is de kamikaze en die moet geshaked worden. Dus heb jij wat tijd om bij te komen van de vorige? Ja. Gebruik je voor een shaker. Is handig. Dit is een Boston shaker. Het mag ook met zo'n shaker, met zo'n dopje. Is wel iets kutter of iets vervelender met het shaken. Wat gaat daarin? Wodka. 60 milliliter voor 2, 30 milliliter voor 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wat gaat er nog meer in? Triple sec. Mag ook Cointreau of Gramaillé zijn, net als de vorige keer. In dit geval 30, maar voor één persoon 15. Wat gaat er nog meer bij? 15 milliliter limoensap. Het kan met een Mexican elbow zoals deze, maar het mag ook gewoon met de hand. Even kijken, daar hebben we 30 milliliter van nodig. Uit een halve komt ongeveer 15 milliliter, mocht je geen zin hebben om het af te wegen. Af te meten. Dat gaat ook in de shaker. Zo. Vergeet er geen ijs in te gooien. En shake ongeveer 10 seconden totdat het goed koud is. Dat is mooi koud. Pak je shotglazen erbij. Haal het ding deksel er vanaf. Wil je heel fancy doen, doe er dan nog een stukje limoen op of iets dergelijks. De kamikaze. Ziet er lekker uit. Laten we hopen dat het lekker is. Dankjewel. Santé. Santé. Ja, deze was veel beter. Lekker fris? Ja. Heerlijk. Gaan we door naar shot nummer 3. En shot nummer 3, dat is de Pineapple Upside Down Cake Shot. Wie kent hem niet? Ja, wie kent hem niet? Ik had er nog nooit van gehoord. Nee, ik ook niet. Dit is met grenadine. Heel klein beetje, het is eigenlijk al een beetje te gek, maar... Daar gaat ook nog een beetje ananassap bij. En als ik het goed heb, als je dit met een barlepel doet, dan zou je dit in laagjes moeten kunnen doen. Maar ja, hoe ga, ja, dit wordt een dictering zo natuurlijk. Nou, het kan wel. Dit is hoe die zou moeten worden. Ja. En dan gaat er nog vodka bij voor ongeveer de helft. Zo. Dus dit is een hele veilige. Lekker wat ananas, wat zoetje erin, wat grenadine. Wat zeg ik, santé? Proost. Geniet ervan. Ja, deze vond ik ook nog wel lekker. Je vond alles lekker, hè? Ja, nou, behalve die koffie voor Michel. Ja, die vond ik ook wel heftig. Maar ja, deze was wat top. Deze waren te doen. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het helemaal leuk. Mooi. Yes. Voor jou, bedankt voor het kijken. Tot de volgende ronde. En laat ons in de reacties weten welke fles drank wij de volgende keer centraal moeten zetten. Doei. Doeg.